Opstap is een voortraject voor jongens en meisjes tussen de 15 en de 19 jaar. Die willen ontdekken of dans iets voor ze is. Of die zich willen voorbereiden op een auditie. Ik ben Julia van Dam. Ik ben 18 jaar. Ik ben de opstap gaan doen omdat ik mijn horizon wilde verbreden als danser. En ik merkte dat ik hier gewoon veel meer technische lessen kreeg. En ik me veel meer kon voorbereiden voor de opleiding die ik hier later wilde gaan doen. Nou, als je nog twijfelt of je door wil met dans of je eigenlijk al weet dat je graag verder wil met dans, dan is dit eigenlijk de plek voor jou, omdat je hier in een korte tijd zoveel leert dat je eigenlijk wordt klaargestoomd voor die auditie, maar er ook gewoon kan achterkomen of dit wel echt is wat je wil. Het is echt een hele fijne leeromgeving. Wat de opstap voor mij bijzonder maakt, is dat je wordt opgeleid in heel veel verschillende vakken. Dus je krijgt elke zaterdag een les klassiek ballet sowieso. En die wordt aangevuld met een les modern en een les urban, popping, hip-hop of afro. Dus je wordt echt opgeleid in heel veel verschillende dansstijlen. En daardoor ontwikkel je echt jezelf voor een auditie voor het HBO. Bij de opstap heb ik heel veel geleerd. Vooral gefocust op ballet, aangezien ik dat minder had voor de opstap. En daar heb ik veel meer geleerd over hoe moet ik recht staan, waar moet ik echt op letten qua spieren, welke spieren gebruik ik. Maar ook in andere stijlen heb ik weer me beter kunnen ontwikkelen. Voor hiphop heb ik me veel losser kunnen laten maken, weet ik beter hoe ik moet bewegen. Terwijl modern meer emotie, hoe geef ik echt betekenis aan elke beweging. Je moet auditie doen voor de opstap, omdat we het wel belangrijk vinden dat de mogelijkheden zijn om je binnen dans te ontwikkelen. En dan kijken we naar je dansvaardigheden, we kijken naar je techniek, we kijken naar je musicaliteit, we kijken naar je coördinatie. En het hoeft allemaal niet supergoed te zijn. We willen wel kijken of er mogelijkheden in zitten om je te ontwikkelen. Ik zou de opstap aanraden omdat je je heel snel en goed ontwikkelt als danser. En omdat je mensen ontmoet met dezelfde dromen. Hier op de opstap zijn de docenten echt een bron van inspiratie voor mij. Omdat ze je eerst echt zelf laten ontdekken en dan pas gaan ze je tools aanbieden zodat je dan kan groeien. Ik hoop dat ik ook ooit zo'n docent mag zijn. Je moet wel hard werken bij de opstap, dat zeker. Maar omdat dans echt mijn passie is, vind ik het helemaal niet erg om hard te werken. Dus ik doe het met heel veel plezier, dus dat maakt het hard werken helemaal niet erg. De opstap heeft mij opgeleverd dat ik mijn grens heb verlegd als danser. En dat ik ook me beter heb ontwikkeld. En ook door dans sta ik gewoon veel sterker in mijn schoenen. Het fijne is dat je komt hier iedere zaterdag naartoe. Dus je hebt er door de week niet zo heel erg veel werk aan, maar als je hier in de danszaal staat, dan sta je er en dan moet je er echt voor gaan. Ik ben zelf echt gefocust op klassiek ballet, omdat dat echt draait om heel veel regeltjes en je moet aan heel veel tegelijk denken. En die techniek die je dan ontwikkelt, die helpt ook om bijvoorbeeld modern en hip-hop dat goed te kunnen uitvoeren, zodat je echt met een goede basistechniek daar staat. De opstap kan je 2 jaar doen, de opstap kan je ook 1 jaar doen, dat ligt eraan hoe lang je het wil. Als je in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs zit en je wil een auditie doen voor de opstap dans, dan hoef je nog maar 1 jaar naar school. Dus dan kan je de opstap 1 jaar doen. Maar moet je nog 2 jaar naar school, dan kan je de opstap 2 jaar doen. Wat mij het allercoolst lijkt is eigenlijk om zoveel mogelijk projecten te doen en actief te zijn als docent, misschien ook wel danser. En hier op de opstap kan je al een beetje proeven van je toekomst. Thank you.